Lief bruidspaar, lieve missus en meester Staalman van de Werf, bedankt voor zo'n mooie dag. Ja, geweldig. Dank jullie wel. En wat zagen jullie er prachtig mooi eruit. Ik had het niet willen missen. Dank jullie wel dat ik erbij mocht zijn. Een hele goede middag, lieve vrienden. Jullie zijn weer van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenbol. Het is weer de dag na de bruiloft van Karin en Roderick. Want het is nou niet meer 11 december, maar 12 december. En het is al laat, het is 14:50, dus bijna 3 uur. Ik heb uitgeslapen en niet zo zuinig ook. En dat ik beneden kwam, was het roertje koud. Dus ik heb de kachel gauw aangedaan. Ik heb Frode buiten gelaten. Ik heb Kandalf buiten gelaten. Ik had de televisie al aangedaan en de computer al aangedaan. En toen ben ik toch maar met Frodo en die wou weer naar binnen. Op een gegeven moment kan al wel zelfs weer naar binnen. Ben ik weer naar boven gegaan omdat het zo koud was en ik verkrampte helemaal. Ik blijf nog lekker even in bed. Dus toen heb ik nog met mijn zoon even zitten te praten. Ik heb nog een spelletje op mijn telefoon gedaan. Toen kreeg ik nog een telefoontje binnen van iemand anders. En toen heb ik nog even lekker gelegen. En ben nou net beneden. Lekker toch? Lekker een dag voor mezelf nou. Maakt niet uit, maar we hebben gisteren wel genoten. Het was een mooie dag. En ik heb Ellen gesproken en haar man. Ellen Vloggen, weten jullie? Ja, die kennen jullie vast wel. Ellen Vloggen. Oftewel Vloggen met Ellen. Hè? Ja, zo is het eigenlijk. Vloggen met Ellen. Wat een schat van een lieve vrouw is dat. Echt een schat. Abonneer je ook maar op haar. Ja. He, ik krijg een loopneus ervan. Wow. Even een moment geduld. Blijf staan. Blijf staan, blijf staan, blijf staan. Ja. Ga eens even weg, Kandal. Vraag je even de neus sluiten. Even naar het beeld. Zo, ook weer gedaan. Maar ja, dat kan iedereen overkomen met mij. Net zo goed, ja. Maar in ieder geval, we hebben gisteren genoten. Ja, ik heb nou ook niet veel make-up op, want ik ben nog doodmoe. Mijn benen voelen zwaar aan. Mijn armen voelen zwaar aan. Maar wat was het een mooie dag. Mijn meisje Karen, die zag er zo mooi uit. Mijn schoonzoon, die zag er ook mooi uit. Het was netjes, Echt waar, lief bruidspaar. Lieve missus en meester Staalman van de Werf. Bedankt voor zo'n mooie dag. Ja, geweldig. Dank jullie wel. En wat zagen jullie er prachtig mooi eruit. Ik had het niet willen missen. Dank jullie wel dat ik erbij mocht zijn. Ja. En ik weet meer niet te zeggen momenteel. Ik krijg er nog kippenvel van als ik gewoon aan gisteren terugdenk. Zo mooi, zo geweldig. Ja, en dat alles toch zo is verlopen zoals jij het wou, Karin en Roderick. Ja, zoals jullie het samen wilden hebben. Oké, er waren een paar kleine steekjes, maar dat was niet aan jullie. Dat was niet, het had niet zo mogen zijn zoals jullie dat hadden willen hebben van die andere mensen. Maar oké, we hebben ons er toch doorheen geslagen, toch? Ja, we hebben het allemaal goed gedaan. Toppers zijn jullie. Maar oké, ik ga weer verder naar de orde van de dag. Ik ga weer even wat doen, koffie maken, ik heb dorst. De dieren even doen, verzorgen en de boel opruimen. Chrissy heeft gisteren voor me afgewassen wat niet had gehoeven. Ze weet dat ik een vaatwas erop staan en toch heeft ze even afgewassen. Nou, lief, moet ik even opruimen, want ze weet niet waar alles moet staan. Nou, ik moet de tassen weer leegruimen van gisteren. Dus ik heb nog wel even genoeg te doen. Nee, mijn cameratas die zit hierin. De fotolijstjes van mijn jongste dochter en van mijn mannetje zitten hierin.
Die hebben bij Karen en Roderick op de tafel gestaan, zoals ze het wilden hebben. Dus ja, geweldig. Ze waren er toch bij. Maar oké, ik moet meer opruimen. Ik heb nog een kerstkaart vanochtend gekregen van Cerelo. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel, Cerelo. En komt allemaal wel goed. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ik ga het ook proberen. Ik zou ook weer eventjes mij gaan laten zien op Facebook. En dan komt dat ook allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, tot later. En geniet van alles wat jullie doen gaan. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. Het is alweer 9 minuten over 7 in de avond. Ik heb vandaag niet veel gevlogd. Ik heb ook nog niks naar mijn pc toegebracht van de bruiloft van Karen en Roderick. Ik ben zo gigantisch moe van gisteren van het feest. En ik heb nou net de diertjes eten gegeven. Die staat lekker te eten. Die zit lekker te eten. En Eowyn zit ook lekker te eten. Dus ja, ik heb het wel druk gehad op een andere manier. Ik heb Corrie, die jullie ook wel kennen van mijn vlogs, die wel bij mij komt. Uit Lisse vandaan, die oudere dame. Nou, die is gisteren ook geweest op de receptie bij Karen en Roderick. Die had mij ook wat meegegeven, dat heb ik uitgepakt en bekeken. Dus daar heb ik ervoor gebeld en bedankt. Ik heb Karin de hele tijd aan de telefoon gehad, daarnet. Die heb al foto's op haar tijdlijn van Facebook gezet. Dus ja, nou zoek ik mijn mobiel weer. Ik weet niet waar ik die heb leggen. Want die ging ook weer, oh ja, die ligt daar in de keuken. Die ging ook weer, dus ja, ik heb het op een andere manier druk. Dus, oh, dat is Harret, mijn zoon, die heb ingesproken, dus ik zal die ook weer zo meteen beluisteren. En dan ga ik zelf eten en dan hebben we goede tijden, slechte tijden, daar ga ik er lekker van genieten. En dan kijk ik wel, misschien dat ik vanavond eventjes nog wat probeer te doen. En anders, ja. Hebben we morgen pech? Ik denk dat ik morgen ineens geen vlog op YouTube heb. Omdat ik al achterliep. Nou, gisteren is er niks geplaatst door mij. Vandaag is er nog niks geplaatst door mij. Dus ja, dan loop je op een gegeven moment weer achter. En dan heb je op een gegeven moment geen vlog die online komt. Jammer, helaas. Pindakaas. Ja, niks aan te doen. Ik ga voor. Ja, eerst mijn lichaam tot rust laten komen. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. En jullie merken het wel wanneer het bij mij weer wat online komt. Ik zou zeggen, tot later. En goedemiddag, lieve vrienden. Ja, daar zijn we weer. Het is vandaag alweer donderdag. De huishoudelijke zorg die is alweer geweest. Ja, dat mijn huisje is weer netjes. Het is, hoe laat is het? Het is 14:51, bijna 3 uur. En ik ben bezig een bak koffie te maken en ze was wat eerder dan normaal. Ik zou net mijn lunch klaar maar gaan maken. Ik denk, ja, bekijk het maar even. Even wanneer je weg bent. Simpel. Want ja, ze komt de tijden niet na. Ik word er kerelirius van. Ja, en ze zet altijd alles weer op een andere plaats. En dat is ook niet leuk. Nee, echt niet. Ik bedoel, een prullenbak, als je die leegt, prima. Maar zet hem weer op zijn plek waar die behoort te staan. Of andere dingen. Als je iets doet, iets schoonmaakt, zet het wel weer terug waar het stond. Want ik raak het kwijt. Net als mijn prullenbak boven in de douche. Daar was ik alweer niet kwijt, maar je let er niet op omdat je dat niet gewend bent. Staat hij bij de ingang van de douche, bij een kastje. Loop je dat voorbij, dan kom je bij de wastafel. Als ik daar om mijn gesten op te maken, dan ga ik altijd links overhangen, zodat ik met mijn rechterarm op de wastafel kan leunen, om mijn potloodje even te slepen. Verrek, waar is mijn prullenbak?
Kijk, eerst onder de wastafel, want dat is de meeste gang van zaken dan. Nee, ook niet. Staat hij aan het begin van de douche? Ja, lul, dat is te ver van mij, zonder een stok. Dus dan moet ik mijn stok weer pakken en dan moet ik hem pakken. Ja, wat is je kerel? Oh ja, gaat mijn camera weer. Kijk, dat ding dat deugt voor geen meter. Dat pootje wat eronder zit. Dat zit iedere keer zo los en slap. Nou, gaan we het nog een keer proberen. Wat? Ja? Is het waar? Is het waar? Ja, is het waar, kereltje? Hé, is het waar dan? Oh, oké dan. Mevrouwtje wat koffie. Mag dat? Ik ga koffie inschenken. Dus zo. Koffie. Lekker bakje koffie. Ja, en dan was dit. Ik ga hem even goed vastpakken. De corsage die ik van Karen kreeg. Ze had een heleboel van die corsages gemaakt. Maar voor de speciale gasten, zoals getuigen enzovoort, had ze dus met bling bling. Nou, daar zit bling bling in. Ja, leuk toch? Ja, ze heeft het best gedaan, het meisje. Echt wel. En het bruidspakket is ook mooi. Parten bij de jurk. Ze had een turquoise jurk aan. Nou ja, dat zien jullie wel op de vlog. Ja, en ik heb gisteren ben ik vergeten af te sluiten. Ja, dus. Maar het maakt niet uit. Ik ben nog zo erg moe. En alles doet me nog zoveel pijn. Maar ach ja. Ik had het niet willen missen, nee. Mijn meisje trouwen. Goh. De eerste bruiloft waar ik bij mocht zijn. Maar ja. Ja! Wat is er dan? Wat is er dan? Ja? Daar kun je mee spelen, hè? Ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik zeg op mijn beurt, maak wat van je dag. Geniet ervan. Doe ik ook. Ik ga even genieten van de koffie en een broodje. En daarna ga ik de camera tot zover leeg halen. Dat ik in ieder geval met 11 december aan de gang kan. Ja. Dat ik zou zeggen, geniet van alles. En doe het met een lach. Ja. Het is tenslotte bijna feestdagen. En ja, wees lief voor elkaar. Dat vooral. Maak geen ruzie. Maak geen bonje. Ga niet vechten. Nee. Is niet leuk. Echt niet. Nou, ze zeggen, tot strakjes maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. Daar zijn we weer eventjes, hè. Ja, er gebeuren hier dingen nou. Dan denk je ook van, wat is dit dan weer? Ja, wat is dit dan weer? Kijk je uit met je steurt? Ga eens even naar de andere kant. Hé? Wat is dat allemaal? Hé? Hé, wat is dat allemaal? Knorrenpad? 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 Ja. Wat hij nou weer komt doen. Joost mag het weten. Maar ik weet het niet. Nee. Dus ja, dan gaan we eens. Hey, gek. Jij kent niet filmen hoor. Ja. Hij pakt iedere keer mijn hand. Kijk, hup. Ja. Dan moet ik hem aaien. Hier. Hé, baasje je nog geleerd, hè. Pootje geven. Ja, en dan ging baasje weer dat doen, hè. Net zoals buiten op de picknicktafel gingen jullie zitten. En dan ging baasje je aaien en dan deed hij de hand voor je, hè, zo. En dan kreeg hij een pootje van je. Ja, en daar is Frodo die naar binnen wil. Dus ja, die was even buiten. Wat moet je? Wat moet je? Wat moet je dan? Nou, kom dan. Meneer de lampenkap. Hé, meneer de lampenkap. Of niet dan? Meneer lampenkap, ja? Hé. Hey. Meneer lampenkap, ja? Kiekeboe. Kiekeboe.
En ik hoor nog wat. Ik hoor nog wat. Ja. Hallo. Goeiedag. Ja. Hé? Maar, oh, hij rijdt alweer door ook. Nou ja, ik weet het ook niet. Het zal me een worst wezen. Hé? Kan dat af? Ja. Is dat zo? Ach, een dikkie nog een toe, man. Hé? Ach, goedje dan, hé. Oh, goedje dan, hé. Ja. Je bent niet jarig, ik hoef je niet te feliciteren. Au. Nee, dat is Henkelaar van Elena, ja. Hé? Nou, gaat hij alweer weg ook. Belen staat erop. Belen.nl. Ja, ik maak reclame en ik word niet eens betaald. Ze weten van niks. Ah. Hé? Nou, kusje. Krijg ik niet kusje? Dan niet hoor. Hé, dan niet hoor. Lekker pu. Nee, je kunt niet bij me komen. Nee. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet nog verder. Het wordt ook alweer donkertjes. Ik weet niet eens hoe laat het is. Ja, 16:26, dus het loopt tegen 16:30. Maar oké, maakt niet uit. Ik ga mijn AB's pakken. Dit is 1. En dan is het die takken aan. En dat is aan. Dat is al wat er dan aan is. Nou, en dan gaan we nummertje 2 pakken. Want ik heb verschillende. En dat is die. En dan is boven mijn pc aan. De planten is aan. En in de gang is het aan. Nou moet ik nog een oude hebben. En is het dat allemaal aan, de kerstboom, etc. Buiten bij de pergola. En heb ik die nog nodig. Dat is dat gaat via laserstraal. En dan allemaal gekleurde dingetjes op de gevel van mijn woning. Dus ja, dat is leuk. Maar dan moet ik hem even in de gaten houden. Ja, hij brandt. Zo. Nou, dan gaan we alles weer keurig netjes op zijn plek leggen. Zo. 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 Nou, dan ligt alles weer keurig netjes op zijn plek. Ja. Hé, Ewen? Ja, hè? Ja. Dat, ik ga weer verder, want ik ben druk aan het werk om een mooi plaatje te maken. Voor aan het begin van de vlog van Karin en Roderick. Ja. Dus dat moet allemaal wel even voor elkaar. Dus de camera moet nog steeds leeggemaakt worden. Ha, lol. Maakt niet uit. Ik zou zeggen, hele fijne voortzetting van jullie namiddag. En voor straks smakelijk eten. Doei.